Mijn naam is Jolanda Vermeer. Een onderscheiding gekregen van Prins Carnaval, omdat ik al 33 jaar het oudere carnaval, wat ondertussen Midlife Bal heet, organiseer. Toen ik 18 was, stond Kees van Zon bij ons aan de deur of ik mee wilde helpen met het bejaarde carnaval. Het was in niks te vergelijken met wat het nu is. Het was een soort spelletjesmiddag. Ik stond bij een dartbord met klittenband. Heel goed dat Janus van Lochten een bakje scheerschuim had gewonnen. Dat is al heel erg lang geleden. En daarna is het volgens mij toch wel vrij snel al meer een dansmiddag geworden. Marinus van Schijndel, die had een hele grote tafel in de kamer vergaderen. Ja, die hield eigenlijk niet zo heel veel in. We hadden meer plezier en we buurten meer als dat er georganiseerd werd. Maar het werd wel sneller een dansmiddag met muziek. En de Raad van Elf kwam optreden. En we hebben ook wel eens een tonprater gehad. Van bejaarde carnaval naar oudere carnaval, naar 55 plus carnaval, naar midlife bal gegaan. Nee, het is een superleuke middag om mee te maken. Thank you.
is jammer dat mensen zich nog steeds te jong voelen om hier naartoe te komen. Maar voor mensen van 60 is deze middag ook heel erg leuk. Een keer een foxtrot dansen en als je wil kun je ook een wals dansen. Voor iedereen wat wils. Muziek van wat langere tijd geleden. Het is niet allemaal boom, boom, boom muziek. Het geluid staat ook niet zo super hard. Carnaval heel erg leuk. En deze middag vind ik echt super gezellig. Het is eigenlijk vanzelf gegaan dat het 33 jaar is geworden.